hebt mij dat gevraagd. Ik zorg daarvoor. Heb je een voorkeur voor iemand naar boven te roepen? Als je een voorkeur hebt, ik ga je het laatste woord geven. Ja, voordat ik mijn zegske ga doen, wil ik eerst keer Jana Matthijs op podium. Ja, mensen, dat zijn twee kandidaten. Jana is kandidaat voor Junior Prinses Oost-Vlaanderen en KCN 2019. En Matthijs is kandidaat Junior Prins Oost-Vlaanderen en KCN 2019. Ik wil jullie al alleszins heel veel succes toewensen. Ik heb een kleinigheidje mee. Het is wel voor gezamenlijk. Dus je moet ook niet alle twee bij jullie ouders een keer op de schouders gaan tikken voor iets te laten doen. Alsjeblieft. Ook wil ik iedereen bedanken die achter mij staan heeft en vooral in de moeilijke tijd die ik gehad heb van de zomer. Sommige mensen en mensen in mijn rug gestoken, maar dat heb ik me niet van aan. Ik wil vooral Lady aan de Vagabond bedanken voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. VKV Los de Deur, u een dikke merci. Mijn dansers, mensen, like Danny, die meegeholpen hebben voor mijn decor op te zetten, merci. Ook Dirk met de organisatie, dank u wel dat ik prins mocht zijn. En dank u dat je mij vroeger laat aftreden voor mijn zoon. Ik hoop dat jullie allemaal een goede avond tegemoet gaan. En ik sluit af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Dank u wel. Geef hem nog een duidelijk applaus. Ik zou vragen, kunnen wij dan jullie toch op het podium staan? Wilt u de pluimen uit pluimpjes in de hoed nemen? Hij zal een beetje bukken, misschien, als hij wilt. Kandidaat Junior Prins, wilt u de steek opnemen? Mieke, de regerende prinses van het Vlaams gewest, wilt u hem de breuk opnemen? En André mag er ook bij komen. Wilt u hem de cape opnemen alstublieft? Mag ik vragen aan kleine Marnix om hem het zint af te nemen? Mag ik aan Nicole vragen om hem de macht te ontnemen?
dan nog een davend applaus. De ex-prins van Oost-Vlaanderen 2018, Plenken. Oké, opmars. Iedereen mag terug het podium verlaten. Mevrouw de voorzitter, u mag plaatsnemen aan de tafel. Hij moet dan bij u aan. Ik ga je nog iets meegeven dat ik moet bij u aan. Alsjeblieft. En ik denk dat, dus moet aftreden, maar ik denk dat Melissa staat te trappelen. Een beetje zenuwachtig is voor om te trainen. Dus dan... Op een teken achteraan uit de zaal, mag ik je vragen?